Hi, ik ben Mingfang. Het is weer zover dat ik weer een filmpje ga maken, maar vandaag met heel veel leuke gasten uit Urk. Ik heb niet gelogen dat ik echt mijn vis uit Urk kom. Ik laat je vandaag zien wie mijn vis komt brengen. Tony, kom. Hoi, dit is Tony uit Urk van Visgroothandel de Jong. Ik neem zo het even de zaak weer over. Ik ben hier met mijn schoonzoon Albert. En ik ben hier met Willem. Groot fan van Mingfang. En ook harten hier in Urker. We hebben onze vis meegenomen. Mingfang die gaat ons een beetje kookles geven vandaag. En wij volgen haar gewoon een beetje. En ik wil wel eens zien wat zij met onze lekkere vissen, verse vispromotie. Want als je hier nou kijkt, dit is een zeebaasje bij ons vandaan. Hier kan ze gewoon mee toveren. Dit is gewoon wat er past. En we hebben natuurlijk een kreeftje. Voor de voorbereiding. En wij gaan het afwachten, want het wordt zo direct weer lekker spullen. En we gaan haar helpen. En jij hebt de regie. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Ik ga hem denk ook, hij gaat afwassen. Ja, ik ga het ook eens helpen. Hij gaat afwassen. Wassen. Ik ga dit koken en Tony gaat voorlezen wat we gaan koken. Zeebaars. Ik denk lumpia's. En kreeft. Mingfangstijl. En... Helemaal verkeerd. Oké, okay, nou. Ga jij maar. Dus ik ga me vertellen. We gaan king tokwa maken. Die maak ik, normaal maak je met sperrups. Maar ik heb vandaag geen sperrups, geen rippen gekocht. Maar vlees tussen rippen. Ripvinger noemen we dat. En die heb ik gekocht. En kreeft natuurlijk uit Urk van Tony. En zeebaars gestoomd. En verder heb ik nog een tipan oshaas. En dan nog wat ik hier heb. Kalikok. Migoen met garnalen en kip. En dan nog broccoli met uien. Ja, iets simpels. Dat was het. Dus heel veel gerechten. Ik heb echt heel veel tijd nodig om te maken. Maar gelukkig heb ik wel hulp. Omdat ik vandaag heel veel gerechten gelijk ga maken. Dus heb ik heel veel voorbereidingen gedaan. Zoals hier dat je ziet heb ik al... vulling al gemaakt en velletje al gesneden voor de kalikok. En er liggen al hele botten kalikok al. En dan groente gesneden, vlees, alles heb ik al gesneden. Die ligt al in de koelkast. Dus, maar we beginnen met voorgerechten. Dat is kalikok. En ik ga je zo uitleggen hoe je moet maken. Eigenlijk ongeveer half lepel vulling. Driehoek van maken. En deze lijn verder vouwen. En nog een keer verder vouwen. En nog een keer. En eiwit. Klaar. Nou mogen jullie. Ik ben zo goed in uitleg, dus je moet er wel in één keer kunnen. Klein beetje erop. Ja. Vouwen. Die ziet er netjes uit. Nou. Kijk eens. Meer van. Netjes hoor. Ja. Zo. Ik wou jong. Kijk de kritische ogen van me. Nee. Zo, frituur staat er aan. Gaan we kijken of de kalikok al goed genoeg zijn. Misschien dit is een beetje te weinig vulling. Ik hoop eigenlijk alleen maar buitenkant een beetje goudbruin wordt en dan, ja, dan zijn we klaar. Daar is die kalikok. Kijk. Zo, ja, dit is de wat ik... bedoelde, dat is ribvingers. Mm-hmm. Het is lekker vet. Het is eigenlijk het vlees aan de sperrups. Wat we normaal zo afbijten daartussen. En dit is echt alleen maar zo'n de... Echt, wat voor kruiden gebruiken? Peperzout, oestersaus, rijstwijn en een beetje olie. Oké, geen aardappelzetmeel.
Die ga ik nu doen. Ook nog heel doen. Ja, deze gaan we zo meteen frituren met aardappelzetmeel, ei erin. Oh shit, krijgen we niet. De boer dan zo. Kijk, twee ei, aardappelzetmeel en nog een beetje bloem. Dan blijft ze steviger. Oh, blijft het vlees ook mals, hè? Dat heb ik allemaal van jou geleerd, hoor. Oh, echt waar? Ja. Ik zeg zoveel dingen. Ik denk dat ik al, misschien wel 50 recepten van jou gemaakt heb. Echt waar? Welke heb je de meeste gemaakt? Bami? Nee, nasi met paella. Dat is echt de topper. En vooral die nasi, die is heel erg lekker. Oké. Dit gaan we nu frituren. Ik kan deze vlees, omdat heel veel erin zit, ga ik gewoon twee gerechten van maken. Twee gerechten? Zullen we dat doen? Ja, toch? Ja. Ik heb een opeetgerecht en een meeneemgerecht. Allebei om op te eten. Twee totaal verschillende smaak, wordt het? Even kijken. Ja, laat me nog even een paar minuutjes frituren. Zometeen nog een keer. Die gaan we nu even uithalen. Als de drijven zijn eigenlijk al gaar. Omdat ik heel veel van die varkensvlees heb, hebben we besloten om twee gerechten van te maken. Dus we beginnen met de eerste, dat is kentongkwad. En enige groente die ik daarvoor gebruik is oranje paprika. Ik heb ook rood, maar dit is van andere gerechten. Nou, even koken. Dus sneller dan wokken zelf helemaal. En wat ik nu ga doen is, wil jij die vlees nog een keer in de frituur? Ja. Ik denk dat we toch nog 4-5 minuten nodig hebben om te frituren. Oh. Dat is echt goed krokant. Ja? En dan ga ik daar verder met de saus klaarmaken. En als die vlees klaar is, kunnen we gewoon direct. Ja. Ja? Ik kan weer even. Hou je die in de gaten, heel goed. Dat is saus die ik al van tevoren heb gemixt. Daar zit de azijn in, sojasaus, oestersaus en suiker in. Dat is de alles voor de gerecht. Hele pan olie. Doe de rode ui in. Als je vlees al bijna klaar is, moet je mij vertellen, dan ga ik de saus erin doen. Ik denk dat het vlees bijna zover is, dus ga ik alvast de saus warm maken. Ik ga deze een klein beetje dik maken. Nou, ik ga nog tweede, derde, vierde, vijfde gerecht maken, dus die zet ik even onder warm op de brug. Zal dat wel? Als die warm is, ja. Voor die gerecht heb ik het algeen nodig. Dat is de gerecht die ik gewoon zomaar tussen stop. Heb ik niet op voorbereid. Voor het tweede gerecht heb ik kroma nodig. Knoflook. Dus dat is een beetje rode ui. Kassaitjes. Gember. Weet je wat ik gerecht wil gaan maken? Nee.
Ja, namen. Nou, hier is de tweede gerecht van de ribfingers. Die heb ik al 2 keer gefrituurd. Deze een beetje eroverheen, niet te veel. Want die vlees heb ik al gemarineerd met smaak. Dus als je te veel erop doet, want dit is van zout, petting en 5 kruidenpoeder. Gewoon die mix. En deze gewoon even mixen. En dan weer klaar met het gerecht. Eten koken is zo makkelijker, hè? Ja, mooi, hè? Oh, weet je wat ik vandaag alles vergeten ben te nu toe? Rijstwijn toevoegen. Ja. Ik heb zelf rijstwijn gemaakt. Een whisky in een fles, maar daar zit de rijstwijn in. Van die echte rode... Dejeries. Van een andere smaak van de wijn. Maar daar zit geen alcohol in, hè? Ik heb geen idee waarom ik een rijstwijn kan maken zonder alcohol. Hier de bedoeling wel. De bedoeling is dat ik het is maak met alcohol, maar dit is zonder alcohol. Klaar. Dit gerecht doe je gewoon maken met kip, garnalen, vis, alles. Het smaakt wel. Ja, hè? Ja, goed. De eerste keer dat ik rijstwijn maak. Ik vind het lekker. Ja? Ja, ik vind het echt lekker. Echt waar? Ja, ik vind het lekker. Ja, het heeft die lekkere smaak op je tong. Ja. Ja, echt lekker. Ja, dat is echt goed hoor. Wat je moet doen is gewoon de... kant waar die nou echt open staat, gewoon een beetje deppen met aardappelzetmeel en gewoon friteren. Ben je die kreeft nog een te frituren? Ja, weet je dat? Ja, gewoon erin doen en dan zien we kijken of dit niet overloopt. Breng hem nu op. Daar is wel weer. Ja. Ophalen. Wat is dat voor olie? Dat is van olie, ja. Dit gerecht moet we eigenlijk kreeg met gember en bosuitjes. Ja. Dus je moet het lekker veel gember erin. Lekker. En dan komen we weer. Doe een beetje oestersaus in. En dat is eigenlijk alles al. Mag ik er mijn tree? Ja. Zou ik naar jou toe komen is beter of... Oh, we doen het niet voor laten werken. Ja. Beetje peper, beetje kokend water en rijstwijn, omdat ze dit lekker vinden, gaan we nog flinke rijstwijn erbij doen. Laten we koken. Oh, nou gaat die stappen. Ja, dat was het. Ja. Klaar zijn we. Tony afwas. En deze ook, hè? Ik weet mijn plek weer. Ja, heel goed. En dan heb je je plek gevonden. Kijk, ik ga nu weer die sap een beetje dik maken met aardappelzetmeel. Goed, kook.
beetje. Hier heb ik echt helemaal alleen maar oestersaus en peper toegevoegd. Dus als het niet lekker is, ligt het aan de kant. En rijden. Oké, voor de zekerheid een beetje sesamolie erin. Eigenlijk kreeft het lekkerste zit aan de kop, hè? Plaatjes. Dank je. 12, 13, 14. Ga nou uit Urk weer. Maar dit is al gepeld nu. Ja, van Urk, echt waar. Echt, mensen geloven niet dat die echt vers is. Hè. Die is verse... verse garnalen. Ja, verse garnalen. Ja, dat klopt. Krijgen, ja, dat is niet die diepvries. Maar mensen geloven het niet. Dat in Nederland hebben we toch geen vers garnalen. Is dat echt wel? Ik heb uit Urk. Voor een migoen heb ik migoen nodig. Die heb ik net al bewerkt met olie. Die, kijk, die plakt niet meer. Dat is handig. En heel veel groenten. Sneeskool. Bamboe. En wat is dit? Winterbeen. En dauge, die moet je echt niet vergeten bij migoen. En dan garnalen uit Urk, van hem. Ik heb nog een beetje kippen erbij gedaan. En nog ei. Maar de groenten gaan we gewoon koken. Dat scheelt de tijd. Even in water. Doe ik de garnalen bij. Het is weer een goed gevulde. Ik ga even deze afgieten. Jullie? Kunnen? Kom zo. Ja, dat duurt uren. Ik hoop dat dadelijk nog smaakt deze. Zou wel. Alle vertrouwen er. Ik ook. Jij kan het over, dus met eten of zo. Ik hoef niet 100% gaar te zijn, want zometeen gaan we nog echt wokken met die erbij. Ik word zenuwachtig van dat het niet warm wordt. Oh, maar dat willen we. Daar is iets beter. Maar heb je geen thee dan? Dit is de P van power. Als je dit nou drukt op 8 en dan op power, dan eronder. Wist je dat niet? Dat wist je wel. Nee. Dat wist je niet? De P is van power, dan rammelt die weg, dan sodemiet die zo. Wist je dat echt niet? Nee. Oké, nou, wil je wat geleerd? Zie je wel. Goed. Heb ik jou wat geleerd? Je leert me toch heel veel dingen? Ja. Dat. Oké, nog een beetje olie. Nu hebben we P staan, dus moeten we heel snel gaan. Ja. Volgens Tony. Ja, dat heb maar op. P gaat er van heel snel. Zie? Nee. Zoutpeper. Doe ik op gevoel, hè? Peper. Oestersaus. We hebben het dikke dikke dikke. Brengen de groenten erbij. Daugee. Ik durf niet te veel echt in te roeren, dan anders wordt het helemaal kort. Laat ik gewoon even mijn deksel opdoen, die is wel sneller. Die hoeven eigenlijk alleen maar warm te worden, want bijna alles is al gaar. Ik heb net even geproefd of de smaak al goed is. Het is nog net zo flauw als in het begin, dus heb ik wat zout en oestersaus toegevoegd. Maar die moet nog even echt goed warm worden.
Dan doe ik weer deksel op. Je laat het zo zitten. Ik ga nu even water koken voor gestoomde vis. Oh, gember tussen al die vis doen. Ziet er mooi uit. Nog een beetje rijstwijn in. Dan komt de rijstwijn stoomde van hier op de vis. Die zetten we op. Oh, deksel op. Die gaan lekker stomen nu. Oké, klaar. 10 minuutjes. Beter zo iets minder smaak aan, dat je nog een zelfs pieper hebt. Een beetje rijstwijn. Heb jij, wil jij die erin doen? Ik krijg hem echte. Die is voor om het opruimen. Voor Tony is dat. Nou, die gaan we weer even opzij zetten. En dan gaan we verder met het volgende gerecht. Even wat olie koken. Voor de gestoomde vis. Die heeft nog 4 minuten tijd. Dus tegen die tijd is mijn olie al gekookt. Bescheiden. In de sneeuwspunt is. Ja, maar in één keer op de P. Ja, hè. Ik leer het wel. Dit is uitwas. Ja. Ja, oké. Okay. Dirk, hier zie je. Hij kan dat wel. Kijk, hier water kookt al. Doet de broccoli al in. Weer één gerecht. Maar dit is echt zo makkelijk, maar zo lekker. Beetje zout. Kijk. En nu de sojasaus op, Tony. Wil jij doen? Ja. Gewoon. Gewoon eroverheen? Ja. Yeah. Iets meer. Want die vis krijgt nu de zoutsmaak alleen van de sojasaus. Zeg maar ook. Ja? Ja. Gestoomde zeebaars. Ziet er goed uit. Ja, van hem. Ja, nu kan die pee doen. Oh, dat gaat niet. Wat gaat niet? Kan maar 1 pee, dat is het. Wil je maar 1 pee? Ja, bij mij gaat er... Die hoeft nog niet meer op pee, want die heeft... Ja. Yeah. Shallot, shallotjes. En bosuitjes. Dat ruikt lekker. Ja, yeah. En nu kan die wel op pee zetten. Ja. Kijk. Gewoon rustig bakken totdat hij een beetje goudbruin wordt. Of ik weet niet of deze goudbruin wordt, want van de witte uien wel. En daarna een beetje oestersaus en dan broccoli erin, dan zijn we klaar. Ik denk dat jullie denken van jeetje, alles wat er min van kookt, is echt alleen maar oestersaus. Nee, dat is wel waar. Kijk. Weer één gerecht klaar. En dat is vegetarisch. Ja, als je oestersaus vegetarisch noemt, dan is die vegetarisch, maar anders niet. Bijna vegetarisch. Nu gaan we echt de laatste gerecht maken. Ja. Deze laat ik even hier. Gewoon in olie. Maar gebruik hier hoor, ossehaas, jodenhaas. Ja, ossehaas. Ossehaas. De ossehaas, die heb ik al uit olie gehaald. En nu ga ik die even wokken en dan ook die pan even opwarmen. Wat is dat? De Chinese barbecue saus.
En die geuren alweer gewoon voor de saus heerlijk. Ja, jij die de in. Ja, weet je? Ja. Zie je saus? Ben klaar. Nou, ik ben eigenlijk de visboer uit Urk en die hier altijd normaal de vis levert. Ik ben hier bij Mengfang en wij zijn uitgenodigd voor een kleine kooksessie en wat tips op te doen. Nou, ik ben gewoon onder de indruk, want hier al, ja, ik echt, ik volg je YouTube kanaal natuurlijk, yeah, Tijd en Kop op YouTube. Altijd allemaal even volgen. En komt u voor deze gerechten? Kom naar Makkie en Moor in Berkel en Roderijs of in Hilversberg voor de beste sushi van Nederland. Ik kom overal, ik kom in alle keukens, ik kom in alle sushiboeren in Nederland. En dit is gewoon de top of the bill. Dames en heren, het is een aanrader waard om hierheen te gaan. Nou, dankjewel voor mooie woorden. Ja. Nou, we gaan eten, hè? Ja. Hey. Neem maar mee naar tafel. Ja. En dan ga ik borden pakken en dan gaan we eten. Goed? Ja. Oh. En broccoli. Nou, eet smakelijk allemaal. Nou, we gaan ervan eten. Tot volgende keer. Ik ga eten. Honger, ik heb. Doei.